Welkom bij het debat dat Sleutelstad organiseert rondom het referendum over het Roomburgerpark. Aan de hand van 4 stellingen gaan we praten met voor- en tegenstanders van het plan. Dat officieel heet het herinrichtingsplan Wijksportpark Roomburgerpark. Maar waar gaat dat plan nou eigenlijk helemaal over? Op 15, 16 en 17 maart wordt in Leiden een referendum gehouden over het plan van de gemeente om van het Roomburgerpark een wijksportpark te maken. In dat plan wordt het schoolplein van de Lorenschool vergroend en komt er een tiny forest. De Van Vollenhovenkade voor de Lorenschool wordt in het plan afgesloten voor auto's en verandert in een fietspad. De hockeyers stallen hun fiets voortaan bij de school. De plek van de huidige fietsenstalling kan dan worden vergroend. Op de plek van de speeltuin wordt een 4e sportveld aangelegd. In de eerste plaats voor de hockeyclub, maar ook andere sporters kunnen terecht op het multifunctionele veld dat de gemeente wil aanleggen. De huidige plek van het trapveld is de nieuwe plek voor de speeltuin. De jongere ontmoetingsplek verhuist naar het terrein van de Lorenschool. Op het losloopveld voor honden wordt bloemrijk gras ingezaaid en bij de flat aan het Van Vollenhovenplein komt een boomgaard met fruitbomen. De oversteek bij het Van Vollenhovenplein wordt autovrij gemaakt. In het kort, het plan dat de gemeente heeft voorgelegd en waar de gemeenteraad in principe mee wil instemmen. Nou Bert, jij bent hier namens de tegenstanders van dat plan, Bert Stemerdink. Margot Nicolaas namens de voorstanders. De eerste stelling gaan we met jullie debatteren en we horen zo meteen wat jullie er in eerste instantie van vinden. De Leidse gemeenteraad is er na jaren discussie eindelijk in geslaagd om een evenwichtig plan te maken voor het Roomburgerpark. Nou Bert, zeg het maar. Is de gemeente er inderdaad in geslaagd? Nou, ik ben het niet eens met deze stelling. Het plan is onevenwichtig. Er wordt een aanslag gepleegd op openbaar groen voor de aanleg van 6000 meter kunstgras. Om dit mogelijk te maken wordt de hele buurt overhoop gehaald en wordt 4,4 miljoen euro over de balk gegooid. Dit hele plan is alleen maar bedacht om de hockeyclub aan extra veld te helpen. Zonder de uitbreidingswens was er nooit een plan gemaakt voor dit park. Het park voldoet prima zoals het nu is. Er is nu een evenwichtige balans tussen groen en sport en het park is ook populair bij de bezoekers. Margot. Ja, de aanleiding van dit hele plan is inderdaad de behoefte om meer te kunnen sporten. De hockeyclub heeft al jaren een veld te weinig en kan de jeugd, vooral de jeugd, geen veilige plek bieden om te sporten. Ze kunnen niet meer uitbreiden, terwijl er wel vraag naar is. Al 18 jaar zijn zij in gesprek met de gemeente om tot een voorstel te komen voor extra uitbreiding. Daar is van alles aan geprobeerd. Er zijn allerlei voorstellen door de gemeente gedaan, maar ook door diezelfde gemeente weer afgekeurd. Nu is het eindelijk zover dat door middel van een participatieproject waarin alle partijen hebben kunnen meepraten, er een schets voor een nieuw park ligt. En de schets zijn wij heel erg tevreden over. En we danken de gemeenteraad hiervoor dat ze zich hiervoor hebben ingezet. Nou Bert, ik zou zeggen, trap maar af. Wat is jullie grootste bezwaar met dit plan? Want de gemeenteraad heeft heel lang hierover gepraat en uiteindelijk geprobeerd, toen ze er in eerste instantie zelf ook niet uitkwamen. Als we nou de omgeving meenemen en die verder vergroenen, komen we misschien wel tot een plan wat kan rekenen op draagvlak. Ja, kijk, het vreemde is dat er alleen maar gepraat wordt over aanleg van een veld in dit park. Toen we dan hiermee begonnen, dat begon al in 2012, dat is tenminste voor zover ik dat bestudeerd heb, toen had je een sportnota en daarin werd gezegd dat de hockeyclub moet uitbreiden binnen het bestaande sportareaal. Nou, het bestaande sportareaal, daar wordt mee bedoeld eigenlijk de bestaande velden die er zijn in de buitenruimte. Dus voetbalvelden of wat dan ook. Dat is eigenlijk na 2 jaar losgelaten. En ik weet dat is omdat de hockeyclub daar eigenlijk geen zin in had. De hockeyclub wilde alleen praten over uitbreiding in het park. En vanaf dan is eigenlijk het spel begonnen. Is dat zo, Margot? Hadden jullie er gewoon geen zin in? Nou, ik zie dat heel anders. Volgens mij is het spel al veel eerder begonnen dan het tijdstip dat Bert noemt. En om even terug te halen, sinds 2015 zijn er 18 hectare minder voor sport beschikbaar in Leiden dan daarvoor. Dat is 18 voetbalvelden. Dus het is niet zo gek dat op een andere manier wordt gezocht naar ruimte binnen Leiden zonder het groen aan te tasten. Want daar hebben we het vandaag over. Tast het groen aan of niet? En dan de volgende stelling gaat daar verder over.
Alle partijen hebben meegedacht om tot een goed plan te komen. Iedereen heeft zijn input mogen leveren. Er ligt nu een voorstel wat tegemoet komt aan alle wensen van alle meepraters. Ook de tegenstanders die aan tafel hebben gezeten. Ja, ik ben van mening dat er nooit serieus onderzoek naar alternatieven gedaan is. Ik heb wel eens een onderzoek in 2014 gezien waarin echt iets van 10 varianten werden bekeken. Dat heette de quickscan. Daar kwam toen eigenlijk uit op basis van objectieve criteria dat een satellietlocatie voor de hockeyclub de beste optie is om meer ruimte te creëren. En dat is eigenlijk van tafel geveegd. Daarna is bijna alleen maar gepraat over uitbreiding in het park. En er is tijdelijk ook gepraat over verhuizing van de hele club naar de Vliet. Nou, dat bleek dan niet te realiseren samen met de verhuizing of samen met de aanleg van de ijshal. Maar in principe zijn gewoon niet alle varianten bekeken. Ik ben ook van mening dat er eigenlijk geen goede onderbouwing van de ruimtebehoefte was van de hockeysport. Mag ik ingaan op het eerste deel van jouw vraag? Ik wil even zo dadelijk. De onderbouwing was in feite ook niet echt onderzocht, maar daar zal Martijn Epskamp nog verder op ingaan. Een van de latere debatteerders. En ga je gewoon. Ja. Nou, de rapporten of de onderzoeken waar jij naar verwijst, ken ik niet. Ik weet alleen dat door de gemeenteraad nooit een voorstel is gedaan aan de hockey om daadwerkelijk te verhuizen of een andere locatie voorgesteld. Juist omdat er geen voorstel kwam, zijn wij samen met de wijk en alle partners die te maken hebben met dat park, zijn we in gesprek gegaan. Dus de hockey, de tennis, de Lorenschool, het kinderdagverblijf, de mensen die dicht aan het park wonen, namelijk van de Hazewinkelstraat. En daar is ontstaan wat nu uiteindelijk het herinrichtingsvoorstel is geworden. Ja, ik kan je uitleggen waarom je dat onderzoek niet kent. Want dat is eigenlijk nooit openbaar gemaakt. Omdat er geen draagvlak was bij de hockeyclub, heeft de wethouder besloten dat in de bureau laten stoppen. Dus jij zegt eigenlijk dat voorstel is er nooit concreet gekomen omdat de hockey dat toch niet wilde? Ja. En dat, ik vind dat dat ook in de besluitvorming mee had genomen moeten worden. Maar dat is eigenlijk, daar is alleen melding van gemaakt in 2015. Toen de eerste keer werd geprobeerd een plan met een hockeyveld in het park aan te leggen. Daar is niet, dat onderzoek is er niet bij gestopt. Niemand heeft er ook naar gevraagd. Wij hebben dat toen met een WOP-verzoek uiteindelijk op tafel gekregen. En dat is gewoon een heel duidelijk rapport. Heel rationeel, met objectieve criteria. En ik denk dat dat best nog wel eens terug naar af mag wat dat betreft als je de hele besluitvorming bekijkt. Over die stelling, hè? Want die luidt van het is een evenwichtig plan. Probeer een beetje te prikkelen natuurlijk. Ja. De andere helft van het plan is natuurlijk dat de gemeente zegt we compenseren heel veel groen. Dus de biodiversiteit gaat er straks zelfs op vooruit. Ja, nou ja, volgens deskundige biologen is dat niet het geval. Die hebben een inventarisatie gedaan van soorten in het park. En die hebben in ieder geval op basis van hun kennis een voorspelling gemaakt dat juist een averechts effect heeft, dit plan. Dus die stelling dat de biodiversiteit erop vooruit zou gaan, dat is, die is in mijn ogen niet te handhaven. Maar die zal volgens mij ook nog later in deze discussie door twee andere debatteurs worden bediscussieerd. Jullie zijn allemaal flink campagne aan het voeren. En ik zie bij een van jullie voorfilmpjes daar ook een bioloog volgens mij. Nou, geen idee, maar ik wil er wel even op reageren. Ik vind het heel knap om op basis van een schets, want dat is het nu, al te beoordelen dat de biodiversiteit niet zou kunnen toenemen. Ik zie in die schets heel veel terug waardoor het wel zou toenemen. Maar ik ben geen bioloog. Maar mij is ingefluisterd dat dat zeker het geval is. En daarnaast, Bert, heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarin staat dat als de biodiversiteit niet toeneemt, het hele plan niet doorgaat. Dus ik begrijp sowieso niet waarom mensen tegen zijn. Want als dit plan doorgaat, wordt de biodiversiteit zeker verbeterd. Er wordt 1,1 miljoen in geïnvesteerd, heb ik gelezen in de plannen. Er wordt zeker veel geld in geïnvesteerd, maar goed, ja, ik denk dat ik het parkeer even of dat nou wel of niet vooruit gaat. Ik denk van niet in ieder geval, op basis van mensen die ik gesproken heb. Ik zie in ieder geval daarvoor ook in het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd, gewoon geen onderbouwing. Ik zie zelf wel een opsomming van maatregelen waarmee de biodiversiteit zou kunnen toenemen.
ten opzichte van de situatie dat je daar een hockeyveld aanlegt. Maar er staat nergens in het rapport dat de biodiversiteit toeneemt ten opzichte van de huidige situatie op basis van een biologenoordeel. De stadsecoloog, ik heb dat ook goed bekeken, er staat nergens. De stadsecoloog heeft gezegd dat door de uitvoering van dit plan de biodiversiteit zal toenemen. Dat zal je nergens lezen. Ik denk dat alle input die van jullie kant komt of van de geleerden bij de gemeente of bij de universiteit of bij Naturalis, dat die heel welkom is. Want voorwaarde, nogmaals, voor dit plan is dat de diversiteit of de biodiversiteit moet toenemen. Dus daar moeten we echt de handen in één slaan om daarvoor te zorgen. Ja. Nou, in principe is dat ook gebeurd. Helias Udo de Haas en Winnie Kooi hebben hun rapport ook naar de gemeenteraad gestuurd. Maar er wordt zelfs geen melding van gemaakt in het plan van de gemeente en bij de behandeling in de gemeenteraad. Het is feitelijk genegeerd. Dus dat, ik kan niet zeggen of dat zo is. Ik zit niet op de stoel van de wethouder of de gemeenteraad. Ik weet dat die rapporten zijn geleverd. Die zullen ook worden meegenomen in het vervolg. Want nogmaals, het is nu een schets. Het is nog geen plan. Ja, en nou, ik wil daarnaast nog benadrukken. Het gaat natuurlijk, ik vind het biodiversiteit belangrijk, maar het gaat ook over de waarde voor de mensen die gebruik maken van dat park. Een park is gewoon een rustpunt. En dat hebben we in de coronacrisis ook gemerkt. Dat het heel belangrijk is voor bezoekers dat ze daar kunnen ontspannen en een rondje kunnen lopen. Ik denk dat de waarde voor de bezoekers achteruit gaat, omdat er eigenlijk in het centrum van dat park dat veld gaat komen. Het is weer een onderwerp waar zo dadelijk over gedebatteerd gaat worden. Maar ik denk dat dat een belangrijk punt is ook. En dat ben ik geheel met je eens. Het park is voor iedereen, dus ook voor de mensen die de rust zoeken. En het is ook heel mooi om te zien dat in dat deel van het park, waar nu echt die parkbeleving ook is, lastig woord, want wat betekent dat nou allemaal? Maar dat deel van dat park, dat wordt verbeterd. Daar gaan geen bomen weg, daar verdwijnt niks, daar wordt in geïnvesteerd. Dus laten we zoeken naar een oplossing, en volgens mij is deze schets dat, waarin iedereen aan bod komt. Bert, jij zegt, we zijn het als tegenstanders niet eens met de stelling dat het een evenwichtig plan is. Is dat evenwicht er nog in te brengen of kan dat alleen maar door een heel nieuw plan te maken? Nou, ik denk dat ik denk dat je terug moet naar de vraagstelling, hoe kun je de hockeybehoefte goed bedienen die er bestaat in Leiden. Maar dan op een andere plek? Dat wat mij betreft wel, ja. Maar daar gaat het referendum niet over. Het referendum gaat niet alleen over een extra sportveld, wat niet alleen voor de hockey is, maar voor alle sporters in de wijk in Leiden. Gaat ook over een groene schoolplein. Gaat over een autoluwe strook langs de school, zodat het veiliger wordt voor kinderen. En nog veel meer. Het is niet de vraag wel of geen extra hockeyveld. Het is een samenspel van allerlei maatregelen die het voor de jeugd in de wijk en in Leiden beter moeten maken. De tijd zit er bijna op. Dus maar ik wil nog één slotwoord dan. Ik vind er sommige onderdelen van het plan best wel goed. Bijvoorbeeld het vergroenen van het schoolplein. Daar sta ik geheel achter. Ik denk echter dat de koppeling met het hele totaalplan vind ik niet nodig. Je kunt nu ook besluiten om het schoolplein te vergroenen. Maar dat is een andere vraag dan waar het referendum over gaat. Stop. Ja, nou ja, goed. We gaan zo verder praten met jou, met Margot en met Dick de Vos. Die neemt jouw plek in om namens de tegenstanders het stokje over te nemen. We gaan door met de tweede stelling van dit debat over het Roomburger Park. En die introduceren we weer met een video. De parkbeleving blijft intact als de plannen van de gemeente worden uitgevoerd. Er wordt vooral geschoven met verschillende onderdelen. Ik zal ook eerst nog eventjes Dick de Vos, want jij bent in de plaats van Bert Stemenink gekomen om zo meteen namens de tegenstanders van het plan over deze stelling te debatteren. Marco, wat vinden jullie hiervan? Juist door te luisteren naar alle wensen en eisen van iedereen die bij dit plan betrokken is, ligt er een mooi evenwichtig plan. Als het over parkbeleving gaat, ik vind dat best een lastig woord, want wat is parkbeleving? Maar dan zie ik dat in het plan juist dat deel waar nu dat park centraal staat, zo rond die vijver, dat daar eigenlijk niks wordt veranderd, behalve dat er wordt
geïnvesteerd in biodiversiteit. Weet jij meer van, ook zo'n lastig woord. Er wordt 1,1 miljoen euro geïnvesteerd in dat groen en die parkbeleving en die biodiversiteit. Ik blijf erover struikelen, dat woord. Dus waar je nu een kale grasveld ziet met nog een kunststof trapveldje erin, daar zien we straks hopelijk heel veel kruiden, bloemen en dat soort zaken terug. Alle sportveranderingen, alle in het deel van het, waar nu gesport wordt, daar vinden de veranderingen plaats. En daar wordt eigenlijk meer ruimte gemaakt voor groen, hoe gek het misschien ook klinkt, dan dat er wordt gemaakt voor kunststof. Heel veel ruimtes die nu beton, steen of kunststof zijn, worden ingeruild en wordt groen gemaakt. Stop! Je tijd is om. Ja, ik zie de tijd niet, dus ik ga door tot het jij roept, Chris. Ja, ik word geacht het hier toch meer oneens te zijn. Dus excuses bijvoorbeeld als ik toch een andere mening inbreng. Wat is parkbeleving? Dat is een van de voorwaarden, een van de, van het amendement van GroenLinks, D66, CDA en Partij Sleutelstad. Parkbeleving moet onaangetast zijn, moet zelfs verbeteren. Hoe kan dat nou als je eigenlijk een heel stuk van het huidige park annexeert, zodat het een heel klein gedeelte maar overblijft, rond die vijver? Daar heb je dan parkbeleving, maar in de rest niet. De gemeente heeft als voorbeeld gegeven, wat ze dus heel goed vonden, de bosjes van PEX in Den Haag. Nou, als je daar komt, dan zie je één groot complex van sportvelden, met daartussendoor wat bomen, wat wandelpaden, wat fietspaden. En dat vinden ze dus een goed voorbeeld voor het Roomburger Park. Nou, als dat het wordt, dan bestaat die parkbeleving uit een hoop herrie en niet uit rust. Ga maar gelijk door. Ik ben wel eens in die bosjes geweest. Ik vind het trouwens heel raar klinken, de bosjes van. Ik weet niet wat daar allemaal gebeurt, maar... het mooie is, waar jij mee begon, Nick, is dat er een amendement ligt om die biodiversiteit of die parkbeleving minimaal te verbeteren. Dat is een voorwaarde voor dit plan. Er ligt nog een schets die we moeten gaan uitwerken. En dan moeten we ons aan die regels, aan die spelregels houden die de gemeenteraad ons mee heeft gegeven. Dus linksom of rechtsom moet die verbeteren. Dat is een voorwaarde, anders gaat het plan niet eens door. Ja, en wat je zegt, er komt inderdaad een kunststofveld bij. Maar op allerlei andere plekken in het park, waar nu vooral een schoolplein ligt bijvoorbeeld, wat bestaat uit steen en beton, daar wordt vergroend. Maar dan gaat het niet over het park. Het park is het park en het schoolplein is het schoolplein. Dus het park wordt kleiner en in de randen daarvan worden wat groen bijgepakt. Bijgehaald. Wat is voor jou het park, Dick? Het hele deel? Het park is het huidige park waar je nu mensen ziet wandelen, de hond uitlaten, waar een balletje wordt getrapt, waar soms ook geen mensen zijn, maar er zijn dan, zie je vogels fourageren, daar genieten mensen ook van. Die flat die erop uitkijkt, het is het is geen wijksportparkbeleving, het is een parkbeleving. Dat betekent dat het park, er zijn er zo weinig plekken van rust en om te onthaasten in de stad. En daar we hebben nu de coronatijd. Je ziet hoe ontzettend veel mensen naar de natuur trekken, omdat ze graag naar buiten willen. En als je nou een laatste stukje van een stadspark eigenlijk verbijzondert voor één sportpark, dan hoef je geen onderzoek te doen, dan heb je nu minder park over, dus ook minder parkbeleving. Het mooie van dit plan is dat juist dat deel waar jij aan refereert, dat dat ongemoeid blijft, dat daarin wordt geïnvesteerd. Ja. De plek waar nu gras ligt en een trapveldje en een container waar jongeren 's avonds in hangen, dat is het deel waarin geschoven wordt. Niet in dat deel waar we nu, als we het over parkbeleving hebben, zoals jij het nu omschrijft, kunnen wandelen en kunnen recreëren en van de vogels genieten. Heeft Margot daar een punt? Nou, dat als jij het trapveldje noemt, dat wordt gewoon een alles schuift door. Dus echt, zeg maar, het gedeelte wat rustig is, dat wordt steeds kleiner en kleiner. Het toekomstbeeld, en daar groei ik van, is dat het een park wordt te midden van herrie. Dus in plaats van, als je park beleeft, ik ben vogelaar, ik ben deskundig op het gebied van vogels. Als je ziet, als je 's avonds wil zitten in het park, dan wil je
merels horen, zanglijsters, vogels fluiten en geen scheidsrechtersfluitjes. Dat willen de mensen. En dat zijn de omwonenden. De hockeyers komen daar 1 uurtje in de week en, of 2 uurtje en dan gaan ze weer weg. Maar die omwonenden zitten daar 24 uur per dag. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je iets kostbaars wat we hebben, namelijk een Leidspark, verbijzonderen voor 1 functie, namelijk sport? Ik zie het heel anders en ik denk dat we jou zeker tegemoet kunnen komen en dat we daar samen weg in moeten vinden, nogmaals, omdat het een voorwaarde is vanuit de gemeente dat die parkbeleving minimaal hetzelfde blijft, als ik het goed kan verwoorden. Maar hebben ze dat onderzocht? Dat is niet aan mij om te bepalen hoe dat dan moet, want Ik ben geen bioloog, ik ben geen expert. Er ligt nu een schets en samen met alle experts, en dan nodigen we jou van de Bomenbond en iedereen die daar iets zinnigs over te zeggen heeft, worden vanzelfsprekend uitgenodigd om daarover mee te praten. Dan kunnen we een plan maken met z'n allen waaruit die parkbeleving minimaal hetzelfde blijft. Ja, maar kijk, je weet toch nu al dat een parkbeleving op waar nu echt gras is, daar wil je toch niet langs een hockeyveld lopen met kunstgras? Dat is toch niet dezelfde parkbeleving? Waar nu echt gras ligt, jij begon daar, heel goed. Daar is een kunststof trapveldje en een container waar 's avonds jongeren hangen. Ja, en soms, over dat soms, stuk hebben wij. Soms is het ook leeg. En daar, een heel groot gedeelte is daar wel gras. Het gaat wel om 6000 vierkante meter kunstgras wat wordt neergelegd. Hè? Een gedeelte ligt erover in het trapveldje. Maar het gaat om 6000 vierkante meter van het huidige park af. Ja, dat vind ik. Hoe moeten daar de vogels voedsel zoeken? Maar nogmaals, dat is voorwaardelijk in het plan dat die parkbeleving minimaal hetzelfde blijft. Maar het is niet onderzocht. Ik wil niet flauw zijn over cijfers, maar het gaat natuurlijk niet over 6000 vierkante meter kunststof. Dat weten we allemaal. Nee, het gaat om 5973. Inderdaad, geef je een paar meter toe. En geef je dan ook toe dat er heel veel kunststof en heel veel beton wordt weggehaald en dat vergroend wordt? Want daar hoor ik jullie steeds niet over. Ja, er ligt nu een heel klein gedeelte kunstgras ligt al op een trapveldje. Wat mij betreft mag dat ook weg. Dat is 800 vierkante meter. Dus laten we het niet over cijfers hebben, nee, want volgens mij komen we er dan niet uit. Want als we berekenen de voor- en de nadelen, maar als jij zegt, ja, wij houden ons aan de regels die de gemeenteraad heeft meegegeven. Als je zegt, de uitwerking van de schets. Er komt ook een tiny forest. Dan zeg ik, lopen op een schoolplein waar dan bomen staan, dat is toch iets anders dan lopen in het huidige park. Dat is gewoon een andere situatie. Ik weet ook niet of dat tiny forest voor de mensen bedoeld is die nu in het park lopen, maar in ieder geval voor de kinderen die daar op school zitten. Om ze iets meer beleving van natuur mee te geven dan de huidige generatie nu meekrijgt. Heel belangrijk. En volgens mij kan de Bomenbond daar niet tegen zijn. Heel, heel belangrijk, maar dat kan ook in het huidige park. Alles wat nu, het plan is eigenlijk heel erg goed, het wijkinrichtingsplan, op 1 ding na, namelijk dat kunststof sportveld. Dat zouden we er graag uit willen. Dat snap ik, maar daar gaat het referendum niet over. De referendum gaat over al die veranderingen in het park, inclusief het schoolplein, inclusief de sport, meer ruimte voor de sport, binnen de afspraken van de gemeenteraad van de biodiversiteit. En daar gaat het voor of tegen. En dat is ook de essentie. De essentie van het sportpark, van het wijkinrichtingsvoorstel, is dat daar een echt extra sportveld komt. Wat voornamelijk door de hockey gebruikt zal worden. Het is niet andersom bedacht, van laten we nou eens even dit en laten we... Nee, het startpunt en ook het eindpunt is dat plastic veld. En dat moeten we gewoon niet hebben. Dat is voor de parkbeleving, waar daar gaat deze stelling over, is dat funest. De aanleiding is inderdaad dat er al 18 jaar gevraagd wordt om extra sportmogelijkheden in de wijk. Voornamelijk voor de hockey. Dat is helemaal waard. Ik ben het niet eens met jou als je zegt, het eindpunt gaat ook over dat hockeyveld. Een 18 jaar... Het eindpunt is een goed afgewogen plan waarin verschillende aspecten naar voren komen en waar de biodiversiteit gewaarborgd wordt. Margot, Dick heeft natuurlijk wel gelijk als je zegt, van het hockeyveld komt daar, de speeltuin schuift op. Het komt allemaal dichter bij dat mooiste stukje park. Dat klopt inderdaad. En dat is ook echt heel lastig. Maar dat is wel de consequentie of het gevolg geweest van het participatietraject. Want je kunt het hockeyveld ook ergens anders neerleggen, maar dan was dat niet wenselijk voor de biodiversiteit of het werd te duur of wat dan ook. Dus er is gezocht om voor iedereen wat wils, binnen de afspraken die de gemeenteraad ons heeft gegeven, om tot een oplossing te komen.
Er zijn er vast nog veel meer, maar dit is de oplossing waar iedereen zich in zou moeten kunnen vinden. Nou, ik niet. En heel veel mensen niet. Want anders hadden niet meer dan 5000 mensen die referendumaanvraag ondertekend. Ik merk dat er een grote verontwaardiging is dat er zomaar een stuk park wordt geannexeerd, afgepakt voor de sport. Stel je voor dat we dat in de Merenwijkpark zouden doen, of in de Leidse Hout, of in de Stevenshof. Ik zou er ook heel kwaad over worden. Ik zou dat ook niet willen. Het is niet zo simpel zoals jij het nou voorstelt. Er is in het Merenwijk, ik ken het park niet precies, maar dat is een hele andere discussie. Zeker, natuurlijk. Maar het is wel een park. En dit is een wijksportpark. Dat is het nu al en dat gaat het nog beter worden in de toekomst. Het gedeelte van het Roomburgerpark waar sport is, is een wijksportpark. Het en andere precies gedeelte? Precies, in dat gedeelte gaan we veranderen. Nee. En dat andere gedeelte waar je het over hebt, daar wordt alleen maar geïnvesteerd in de biodiversiteit. Het wordt kleiner. Kijk maar naar jullie plaatje. We blijven willen ze niet te zeggen. Chris, Dick, is het zo, vind jij dat mensen te makkelijk zeggen dat grasveld waarvan een deel ook nog kunstgras is, is niet zo waardevol? Is dat wel waardevol in jouw ogen? Nou, dat hoor ik inderdaad van de voorstander van dit plan. Want het is natuurlijk maar een stukje gras waarvan de helft al kunst is. Maar een stukje gras, dat moet je natuurlijk niet tegen een bioloog zeggen, want er zit heel veel leven onder. Daar wormen, kijk, de vleermuizen zitten daar bijvoorbeeld. Die leven van insectjes en die leven in larvaal stadium onder die grasmat. Als je dat dus afdekt met kunstgras, hebben ze geen leven meer. Letterlijk geen leven. En ik snap het. Vogels kunnen ook niet voedsel pikken. Dus dat gaat allemaal veranderen. Dat gaat zeker veranderen. Plus de hoge hekken. Maar het zal niet minder worden. De herrie, de geluidsoverlast, want daar hebben we nog niet eens over gehad. Er komen hekken. Wil jij door een park lopen langs een hek waar geschreeuwd wordt? Sportgeluiden waar klinken. De jeugd aan het spelen is en zich vermaakt. Waar ze samen leren hoe ze in groepen moeten ik functioneren. Ik zie het sportveldje nu ook gebruikt worden. Kijk naar de coronatijd nu. Er is juist meer behoefte voor iedereen, voor volwassenen en voor jongeren, om te gaan bewegen en te sporten. Maar dat geldt ook voor natuur. Dat klopt. Je ziet hoe druk het is. En daarom is dit plan zo mooi, want dat is voor iedereen wat wils. Ik zie dat er minder natuur overblijft en meer sport. En daar ben ik tegen. Er wordt niet gehockeyd bij de vijver straks. Hè? Daar komt de speeltuin. Nee, dat klopt. De speeltuin komt iets dichterbij. Dichter naar die vijver toe. Maar als je kijkt wat er overblijft, is het eigenlijk een vijvertje. Met een strook gras eromheen. Ja, dat is dan het park. Nou doe je dat park wel tekort waar jij zo trots op bent, als je zegt wat er nu alleen nog maar overblijft. Het wordt dus kleiner. En waar ik bang voor ben, is dat de sport wordt letterlijk, of de natuur wordt letterlijk aan de randen neergelegd. Dus die wordt letterlijk en figuurlijk gemarginaliseerd. Ja, zo moeten we niet met onze natuur omgaan, nee, vind ik. Volgens mij doet de gemeente Leiden dat ook niet. Als je ziet hoeveel ze de laatste tijd in allerlei parken hebben geïnvesteerd. Bijvoorbeeld het Single Park, waar ook in het begin heel veel gedoe over was. En iedereen is er nu hartstikke trots op. Maar dan gaat deze stelling, herhaal ik jouw woorden. Gaat dit referendum niet over. Ik reageer op wat jij zegt. En dat is ook jullie slogan in de campagne, red de parken. Volgens mij gaat het heel goed met de parken in Leiden. Al zijn we heel trots op wat de gemeenteraad daarin investeert. En dat is niet zo weinig. En daarom moet het zo blijven. En dat zal ook gebeuren in het Roomburgerpark. En daarom moeten we het hier ook bij laten, want de tijd is om. Het ruimtegebrek is er in dat park. En daar gaan we het zo meteen over hebben bij de volgende stelling. Ja. Dan gaan we het hebben over de noodzaak van dat hockeyveld wel of niet in dat park. We zijn toe aan onze derde stelling. En ook die wordt weer geïntroduceerd met een video. Leidse hockeyers kunnen ook prima buiten de stad gaan hockeyen. Welkom. Voor deze ronde zijn aangeschoven Bas Pietersen namens de voorstanders van het plan. En Martijn Epskamp namens de tegenstanders. Martijn, ik zou zeggen trap af. Wat vind jij van deze stelling? De hockeyers kunnen best buiten de stad. Ja, inderdaad. Leidenaren kunnen ook buiten Leiden hockeyen. Dat doen ze ook al volop. Leidenaren hockey in Leiden-Dorp, in Oestgeest en in Voorschoten. En dat is logisch, want alle 14 hockeyvelden van die gemeente die liggen binnen een kwartier fietsen van de Leidse binnenstad. Roomburg is een populaire hockeyclub. De vraag is of je om die reden voor 4,4 miljoen euro een park moet verbouwen om er een extra hockeyveld aan te leggen. Wij vinden van niet. Sinds 2017 is het aantal hockeyers dat gebruik maakt van de hockeyvelden in onze buurgemeente aanzienlijk gedaald. Daardoor is er daar behoorlijk wat ruimte vrijgekomen voor extra hockeyers.
Leidenaren sporten overal. Ze hardlopen de stad uit, ze doen aan cricket in Oegstgeest en ze gaan voetballen in Voorschoten. Sport houdt niet op bij de gemeentegrens. Leidenaren die willen hockeyen, die kunnen hockeyen. In Leiden of in een van onze buurgemeenten. Daar is geen extra hockeyveld voor nodig. Keurig binnen de minuut gebleven. Dan gaan we naar Bas voor jouw minuut. Ja, dank Martijn. Weet je wel, mooi dat jij als beleidsambtenaar van Rotterdam vanuit de cijfers kijkt naar de uitdagingen die wij hier in Leiden hebben. Wij zijn als ouders en vrijwilligers van sportverenigingen mensen van de praktijk. En in de dagelijkse praktijk blijkt dat wij als sportverenigingen uit onze voegen barsten. Al geruime tijd, al 15 tot 18 jaar zeg maar, worstelen we met dit probleem. Teams met 17 kinderen, teams die, van kinderen die wedstrijden moeten spelen op het universitair sportcentrum. Teams die helemaal geen thuiswedstrijden spelen. Er is in Leiden maar één echte Leidse hockeyvereniging en dat is Roomburg. En er is meer vraag naar hockey dan wij op dit moment met onze drie velden aankunnen. Er wordt al samengewerkt met andere sportverenigingen in de omgeving. Het is ook al zo dat mensen die in de wijken dicht bij de andere sportverenigingen, dat daar ook veel gehockeyd wordt. Maar de vraag naar hockey in Leiden is groter dan wij op dit moment als vereniging aankunnen. Oké, keurig binnen de minuut gebleven. Nou, Martijn, ik zou zeggen, trap af, want ze hebben natuurlijk wel die wachtlijst. Ze hebben helemaal geen wachtlijst. Tenminste, ze zeggen zelf dat ze geen wachtlijst hebben. Maar misschien mag ik nog heel even terug naar iets waar meneer Pieters mee begon. Want hij begon daarmee dat ik als beleidsambtenaar van de gemeente Rotterdam... Kijk, ik heb een baan. U heeft misschien ook een baan. Zeker. Ik weet niet wat uw baan is. Dat gaat mij verder ook niet aan. Nee, maar waar het mij om gaat, Martijn, natuurlijk, dus we zitten hier natuurlijk als leidenaar. Dus het is heel mooi om vanuit de cijfers te kijken, maar kijk ook naar de dagelijkse praktijk. Ik kijk ook naar de dagelijkse praktijk. Martijn, het gaat niet alleen over de capaciteit van de velden. Waar dit over gaat zijn sportverenigingen. Sportverenigingen zijn een onderdeel van de sociale structuur van de stad. Daar ben ik helemaal Kinderen, volwassenen, die hebben plekken in de stad nodig... Waarin je kan sporten, waarin je kan bewegen, waarin je elkaar kan ontmoeten, waarin je samen kan komen. En die plekken zijn er nu. Die zijn er te weinig. Het is een hele goede club waar heel goed werk wordt gedaan. Je gaat voorbij aan waar het echt om gaat. Ja, deze stad is aan het groeien. Er komen 8500 woningen bij de komende periode. Los van de 5600 woningen die bij Valkenburg worden neergezet. Ja. Je gaat voorbij aan de feiten. Probeer elkaar een beetje uit te laten praten, anders wordt het lastig te volgen. Ja. Maar Martijn, je moet kijken naar waar het echt om gaat. Dus je kunt naar de cijfertjes kijken en kijken zeg maar waar de problemen zitten. Die problemen zijn er. Die problemen zijn ook al door de gemeente, door de verschillende onderzoeken aangetoond. Er is te weinig ruimte voor hockey. Maar er is ook te weinig ruimte voor sport in de stad. De afgelopen jaren zijn er 6, en als je nog wat verder terugkijkt, 9 sportvelden uit de stad verdwenen. Dat voor een stad die aan het groeien is. En u zegt, u zegt dus eigenlijk, omdat er 9 sportvelden uit de stad zijn verdwenen, moeten we nu voor 4,4 miljoen euro een extra hockeyveld in de stad. Er zijn geen hockeyvelden uit de stad verdwenen. Nee, Martijn, het gaat niet om 4,4 miljoen voor een hockeyveld. Ja, nee, daar gaat het wel. Het gaat over een integrale gebiedsontwikkeling. Het gaat erom dat er nu. Het gaat over een schoolplein. Roomburg, de beurt graag. Oké. Wie krijgt het woord? Praat maar door. Oké. Het gaat erom dat hockeyclub Roomburg graag een extra hockeyveld wil. Dat is helemaal te begrijpen. Jullie zijn een ambitieuze club. Jullie zijn een mooie club die graag wil groeien. Dat begrijp ik heel goed. Het gaat hier uiteindelijk om of we dit plan wat hiervoor ligt, wat zoveel geld kost en waar zoveel gedoe van komt voor de speeltuin die moet verplaatsen, voor de biodiversiteit die in gevaar komt. Nou, al dat geld, nu in coronatijd, dat allemaal besteed moet worden aan zo'n plan hier. Kijk, natuurlijk begrijp ik dat u graag wil groeien, maar als er gewoon elders in de buurt nog andere hockeyvelden zijn waar ook gespeeld kan worden. Kun je daar op die vraag concreet antwoord geven? Daar wil ik graag op reageren, want het is niet een ambitie van ons, als ouders en vrijwilligers van de sportvereniging. Het is de vraag naar sport in de stad waar wij graag in willen voorzien. En er is een groeiende vraag naar hockey in de stad. Onze jeugd, we hebben 850 jeugdleden, er zijn meer kinderen die willen sporten. Tuurlijk groeien we nu niet. Een van de punten die je aanhaalt is dat we nu niet zouden groeien. Dat kan niet, want we zitten al, zeg maar, we barsten al uit onze voeren.
Er blijkt gewoon uit cijfers van de Hockeybond, dat zijn ook cijfers die u en de andere clubs hier in de buurt zelf hebben aangeleverd aan de Hockeybond, dat het aantal hockeyers daalt. Inderdaad niet bij uw club, maar wel bij andere clubs in de buurt. Het aantal hockeyers is de afgelopen jaren met enkele honderden hockeyers gedaald. En ja, ik snap wel dat dat voor u een hele vervelende boodschap is. En ik sta er ook niet bij te applaudisseren. Hoor. Ik bedoel, ik vind het ook prima als mensen willen hockey. Hartstikke mooi. Maar het is gewoon een feit dat de behoefte aan hockey, dat die daalt. Vooral onder de jeugd zijn er gewoon tegenwoordig minder kinderen en jongeren die willen hockey. Ja, dan is het gewoon waanzin om een extra hockeyveld bij te gaan bouwen. Maar Martijn, weet je wel, er is een factcheck geweest, zeg maar, ook door Sleutelstad. Er is gekeken naar die cijfers. Er is een hele rondgang gemaakt langs de verschillende hockeyverenigingen in de buurt. Het blijkt dat die ruimte er niet is. Sterker nog, alleen al voor de huidige aantal leden zijn die drie velden eigenlijk ontoereikend. Ja, dus op basis van de cijfers die we nu hebben, de Hockeybond hanteert een ratio van 350 leden per veld. Het past niet, het kan niet. Er is een vraag naar hockey in de stad. Laten we blij zijn dat er een vraag is naar sport. En ik vind het heel belangrijk om vanuit Roomburgpark ook het voorbeeld te kunnen geven naar andere sportverenigingen. Bijvoorbeeld Diok, ja. Bijvoorbeeld Pernix. Want dit zijn positieve plekken in de stad waarin we met bewegen, met sporten, met samenleven samen kunnen komen. En dit zijn plekken die je moet koesteren. Het is een hele mooie plek, het Roomburgerpark. Daarom zitten we er ook voor ons druk over te maken. Het is nu al een hartstikke mooie plek, maar dat kan het ook blijven zonder een extra hockeyveld. Kijk, ik heb helemaal niks tegen uw club, daar gaat het helemaal niet om. En ik heb ook helemaal niks tegen hockey, maar het is gewoon waanzin om een extra hockeyveld aan te leggen als de behoefte aan hockey daalt. Ja, maar Martijn, blijkt gewoon uit cijfers die uw club zelf hebben aangegeven. Martijn, weet je wel, keer op keer op keer uit alle onderzoeken, zelfs uit het onderzoek van Sleutelstad, blijkt dat het gewoon niet zo is. Kijk, het verdraaien van de feiten en daarom haalde ik aan. Maar Martijn, van feiten. Maar vandaar dat ik tegen jou zeg, het is mooi dat je als beleidsambtenaar naar de cijfers gekeken hebt. Het is een beetje flauw. Nee, het is niet flauw. In de dagelijkse praktijk. Maar laat ik het je anders stellen. Stel dat hij, een serieuze vraag. Stel nou dat die ruimte er wel zou zijn. Waarom zouden wij als ouders en vrijwilligers, we hebben allemaal een baan, we hebben allemaal een druk leven, we hebben allemaal kinderen. Waarom zouden wij ons toch in hemelsnaam bezighouden met de uitbreiding als die uitbreiding niet nodig is? Ik heb wel wat anders te doen. Ja, omdat u heel graag alle kinderen, zoveel mogelijk kinderen bij uw club wil laten spelen. En dat begrijp ik heel goed. Maar we moeten ons gewoon afvragen als Leidenaren of het nodig is om zoveel geld te investeren in zo'n plan, terwijl die kinderen ook en de volwassen sporters ook een eindje verderop kunnen hockeyen. Maar Martijn, dat is gewoon heel redelijk. Er zijn heel veel sportclubs die op verschillende locaties spelen. Uw club heeft ook op andere plekken dat daar Martijn, maar voor buitensportverenigingen, en dan haal ik even Diok en Pernix ook aan, dat zijn positieve plekken in de stad die je moet koesteren. Dat zijn plekken waar kinderen leren, zeg maar, niet alleen om te sporten en om hun verantwoordelijkheid te nemen, maar waar ze zelfstandig naartoe kunnen gaan. En plekken waar we op samen wonen. Ik gun de stad meer van dat soort plekken. En tuurlijk is groen belangrijk, Martijn, tuurlijk is groen belangrijk. Ik gun de stad. En we hebben die balans in dit plan. Dit gaat niet tuurlijk alleen om groen. Maar tuurlijk is groen belangrijk. Kijk naar het Kronenstein, kijk naar het Singapore. Even los van de vraag of er nu wel of geen plek is. Het is natuurlijk wel zo dat de bevolking groeit. Er worden inderdaad in Leiden die huizen bijgebouwd. 8.500. In de regio worden natuurlijk ook bijgebouwd. Nou, dat staat voorop dat de bevolking groeit. Dat hoef ik zeker niet te ontkennen. Kijk, met hoeveel het gaat groeien, dat is nog helemaal niet zeker. Kijk, met al die prognoses geldt dat daar nog allerlei. Het blijkt trouwens wel uit die prognose die is gedaan over de groei van de hockeysport bij Rome. Maar hoe kunnen we nou groeien? Mijn punt afmaken, want ik krijg nu een vraag gesteld. Kijk, natuurlijk is het mogelijk dat, of gaat Leiden inderdaad groeien, maar het is maar de vraag of de behoefte aan hockey ook gaat groeien. Kijk, de laatste jaren is de behoefte aan hockey gedaald. Dat blijkt gewoon uit de cijfers van de hockeyclubs. Als de bevolking weer gaat groeien, heb je kans dat inderdaad de vraag naar hockey weer wat gaat toenemen. Maar er is dus nu nog voor honderden hockeyers in de regio, is gewoon nog ruimte om te spelen. Gaan we nu alvast 4,4 miljoen euro in coronatijd investeren in een plan om een extra hockeyveld aan te leggen voor het geval dat er misschien in 2030 of zo behoefte is aan een extra hockeyveld? Dat is vast waanzin. Nou, maar het gaat niet alleen over hockey. Weet je wel? Dit is een multifunctioneel sportveld. Dit is een uitbreiding van het sportareaal wat een groeiende stad nodig heeft. En het is heel erg. Weet je, dit gaat niet over 4,4 miljoen alleen maar in het sportveld, want de investering in het sportveld is maar heel klein. Dit gaat om de integrale ontwikkeling van een park. Dit gaat over verkeersveiligheid.
Je moet voor de grap eens even rondlopen hoe dat gaat 's ochtends vroeg daar in de wijk met al die kinderen die komen en gaan. Dat probleem wordt aangepakt. Kijk, er is helemaal niemand tegen verkeersveiligheid. Iedereen vindt ook dat dat schoolplein mooier moet worden. Maar dat hoeft niet met dit plan. Dat plan, een schoolplein kun je prima opknappen voor heel veel minder geld. En u vindt mij aan uw kant als u dat schoolplein wil laten opknappen. Laten we samen naar de gemeente gaan om te zeggen, doe nou wat aan een groeiende stad heeft sportareaal nodig. Een groeiende stad heeft goede voorzieningen nodig. Een groeiende stad heeft een groeiende stad meer groen nodig. Tuurlijk, een en daar wordt aan andere gewerkt. Voorzieningen ik denk dat we dus laten we verstandig omgaan met de beperkte ruimte die we hebben. Zeker. En laten we niet een hockeyveld gaan aanleggen als we nu nog voor honderden hockeyers extra ruimte hebben in de omgeving van de stad. Het gaat niet alleen om hockey. 15 minuten fietsen naar een hockeyveld is echt niet te veel gevraagd. Nee. Laatste vraag aan Bas, want we hebben nog maar minder dan een minuut. Ja. Er werd net gezegd, jullie willen alleen maar zoveel mogelijk mensen bij je eigen club laten hockeyen. Kun je daar nog concreet iets over zeggen? Ja, weet je wel, in die zin dat sportverenigingen een hele belangrijke positieve plek in de samenleving zijn. Dus het gaat niet alleen om hockeyers en het gaat niet alleen om jeugd, wat wel een heel belangrijk element is. Maar wij willen ook toegankelijk zijn voor andere mensen. Dat begrijp ik. Wij bieden nu, zeg maar, oudere sportende ouderen in de wijk de mogelijkheid om vanuit maar onze maar laten we duidelijk zijn, er zijn in Leiden heel veel hele goede clubs en organisaties die heel die goed werken. Het allemaal last. En die krijgen niet allemaal een extra veld van 6.000 en de komende periode, en de komende periode, als je goed kijkt, zeg maar, naar waar het om gaat, ook naar het preventieakkoord, zal er meer geïnvesteerd moeten worden in sport. Moeten in sport, precies. En Roomburg is daar het eerste voorbeeld van. En ga dan investeren in sport waar de behoefte wel aan groeit. De tijd is om. We zijn toe aan onze vierde en laatste stelling en ook die wordt weer geïntroduceerd middels een video. Er worden weliswaar veel nieuwe bomen aangeplant, maar die zijn niet net zoveel waard als de bomen die worden gekapt. Margot, Nicolaas en Dick de Vos deze laatste ronde weer samen aan tafel. Margot, ik geef jou het eerste woord. Ja, het is voor mij best een lastige natuurlijk, want ik ben geen bioloog. Ik weet niet zo heel veel van bomen. Ik werk bij een bibliotheek notabene. Maar wat ik zo lees in de plannen, gaat de biodiversiteit erop vooruit. Ik kan niet bepalen of de ene boom meer waard is dan de andere boom. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het Singelpark, waar 100 bomen zijn gesneuveld, als ik het goed heb. Die zijn deels gesneuveld omdat ze te oud waren en weg moesten. Maar die zijn ook gesneuveld om juist plaats te maken voor andere type bomen en struiken. Om die diversiteit te verbreden. En om ruimte te maken voor functies, wat nu ook gebeurt. Dus met in ons achterhoofd, ik ga hem toch nog een keer herhalen, dat er gewoon een uitspraak van de gemeenteraad ligt. Dat wij heel goed moeten kijken naar die biodiversiteit en dat die parkbeleving niet minder mag worden. Durf ik te zeggen dat de nieuwe bomen net zoveel waard zijn als de oude bomen. Daar hebben we misschien wel een aantal jaren voor nodig, dat begrijp ik. Maar zonder verandering is er geen vooruitgang. Nou, dik een kolfje naar je hand deze stelling, want jij bent van de Bomenbond. Ja, dat klopt. Ik ben blij dat het woord waarde erin staat. Want Leiden heeft net een nieuwe bomenverordening het licht doen zien. Daar kan iedereen op inspreken en zeggen wat hij ervan vindt. En daar staat de boomwaarde eigenlijk centraal. Het is zo dat je moet dus niet kijken naar het aantal bomen. In Roomburgerpark worden er 67 gekapt. Dat betekent niet dat als je er 67 nieuwe zet, dat je dan dezelfde boomwaarde hebt. Want die bomen zijn oud, zijn divers in samenstelling. Ze hebben ook ondergroei, struiken, gewassen. En je kan dat dus niet één op één overzetten naar nieuwe. Het is zo dat, als je het echt zou uitrekenen, is één eik van 100 centimeter diameter is evenveel boomwaarde als 400 kleine eikjes. Dus daar spreken we eigenlijk over. Ja, en ik kan je volgen. Dit kan ik nog net begrijpen. Dick was nog bezig met het verdedigen van de stelling. Dus dat is gelukt binnen de minuut. Dus ik zou zeggen, trap af. Ik volg je, Dick. En ik snap heel goed dat een hele oude boom veel meer waard is dan een nieuwe jonge boom. Ik heb ook begrepen dat er geen monumentale bomen in het park staan. Dus dat die ook niet gaan sneuvelen. En inderdaad, er moeten 67 bomen verwijderd worden. Ik vraag me dan af, zijn daar ook oude bomen bij die sowieso moeten sneuvelen? Dat weten we volgens mij niet.
En ja, daar komen meer bomen voor terug dan dat er weggaan. Daar wordt ook rekening gehouden met die ondergroei. Er wordt rekening gehouden met diversiteit. En ik ga niet ontkennen dat ik het ook lastig vind dat er iets moet sneuvelen. Alleen staat dat wel in verhouding tot wat er terugkomt, wat mij betreft. Ja, kijk, uit hetzelfde, ongeveer parallel aan de nieuwe bomenverordening is er een onderzoek verschenen van de Rekenkamercommissie in Leiden. En dat blijkt dat het de afgelopen jaren echt bar en boos is op het gebied van bomen. Er zijn zo verschrikkelijk veel bomen gesneuveld. Ja, dan heb ik het nog niet eens over die 9000 bomen van de Rijnlandroute. Nee, maar gewoon in de stad zelf. Plek na plek verdwijnen de bomen. En ja, nu heb je, daar moet dus wel een heel goede reden, ik ben van de bomenbond inderdaad, en er moet een hele goede reden zijn om een keer een boom te kappen. Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn als die gevaarlijk is. Moet natuurlijk niet hebben dat die op iemands hoofd valt. Ja. En die voorbeelden zien we volgens mij ook in de stad. Hè. Je noemt de Rijnlandroute, maar dat is voor mij iets verder weg. Heel verder, ja. Maar dat zag je dus gebeuren ook in het Singelpark, maar dat zie je op de Keizerstraat, dat zie je op de Hooigracht. En daar komt iets voor terug, waar volgens mij iedereen enthousiast over is. Nou, ik niet. Wat een tijd kost voordat het weer hersteld is. En waarom komt dat terug? Omdat misschien de veiligheid in gevaar is. Niet zozeer voor die bomen, maar voor de mensen die daar fietsen. En in dit plan, tuurlijk, het is geven en nemen. Het is geven en nemen tussen sport en groen. Maar wat geven jullie dan? Wij jullie nemen alleen maar een stuk volgens park. Mij wordt er in de schets die er nu gelegd over, wordt... Over bomen dan, hè? De schets die er nu gelegd is, zie ik dat er meer bomen terugkomen en dat er wordt geïnvesteerd voor 1,1 miljoen euro in biodiversiteit. Ja, je kan niet de ene biodiversiteit... Nu gaan we eigenlijk van het onderwerp bomen af. Ja. Ik zou het even bij de bomen willen houden. Een boom in Leiden mag niet oud worden. En dat is zo verschrikkelijk jammer. Want een oude boom, je ziet ze nog in Warmond en ja, je ziet er een paar op de Burgt. Dat zijn bomen die zijn overlevens van de Tweede Wereldoorlog. Alle andere bomen zijn ongeveer gesneuveld, zijn in de kachel beland. Dus het aantal oude bomen... Maar die bomen die staan niet in het Roombergenpark waar je het nu over hebt. Het aantal oude bomen is heel erg weinig. Misschien geldt dat voor Leiden, daar heb ik geen idee van. Maar in het Roomburgerpark is het niet zo dat er monumentale bomen gaan sneuvelen voor het geheel. Er staan wel bomen van 40, 50, 60 jaar. Het precieze plan is overigens niet bekend van welke boom wel, welke niet. Dus ik tel eigenlijk... Wij tellen allebei stipjes op een schets waarvan we nog maar moeten zien wat er 67, uitkomt. Ik kom eigenlijk meer uit dan... Maar daar zijn we zelf bij, hè? Daar zijn we zelf bij, want het is nu een schets. Het moet verder ontwikkeld worden naar een plan. Daar houden we ons aan de spelregels voor biodiversiteit. En daarvan weet ik wel welke bomen wel sneuvelen. Dat is namelijk waar het plastic hockeyveld komt. En dat is die 6000 meter kunstgras. Omdat volgens er zo... mij sneuvelen daar geen bomen. Hoor, ja, wel, zit daar middenin, staat middenin eentje, bijvoorbeeld. Nou, dat kunnen jullie, dat kan misschien de sleutelstad nog even factchecken voor ons, of dat inderdaad het geval is. Ja. Maar volgens mij is dat niet het geval. Ben er benieuwd. De gemeente zegt heel vaak, we zijn nou eenmaal aan het werk ook in de stad. Hè. Er komen plannen en daarin gaan we plan voor plan de buurt ook steeds vergroenen. Maar dan moet je kijken naar het eindbeeld. Maar dat is altijd in de toekomst. Ja, kijk, je moet eigenlijk nu planten. Bomen die het over in Leiden in 2080 of zo goed doen. En dan hoeveel graden zullen we dan gestegen zijn? Dus die moet eigenlijk kijken naar misschien wel een mediterrane boom. Rinnie Kooi, de bomendeskundige. Ik ben altijd tegen het planten van exotische bomen uit verre landen geweest. Want inheemse bomen, die zijn veel waardevoller. Een willig... Voor de insecten voor de natuur, en vogels. Maar gaan we daar niet juist in investeren, juist in dit plan? Ik ben geen bioloog. Laten we de bomen die er zijn, houden. Dus de bomen die er zijn 30, 40, 50 jaar. Kijk, die moet je nu niet gaan kappen om daar nieuwe boompjes van misschien 10 jaar neer te zetten. Dat zou je zo kunnen zeggen als het dit plan alleen om groen ging. Dit plan is een samenspel van meerdere dingen. Van groen, van sport, van veiligheid, van een veilig schoolplein. En daar moeten we allemaal in geven en in nemen. Ik zou niet weten wat... Kijk, voor ons is groen het allerbelangrijkste. En dat is eigenlijk ook de reden van het referendum. We willen niet dat een park wordt aangetast en wordt omgezet in één functie. Namelijk sport.
En dit specifieke geval... Nou, daar verschillen wij van hockey. Mening. En ik snap heel dus goed laten dat laten we zuinig groen, zijn op het groen in Leiden. Ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat het logisch is dat jij zegt... Ik vind het heel lastig dat de bomen gekapt worden. Dat is niet alleen voor een sportveld. Dat is ook rondom het schoolplein om dat veiliger te maken. Er zijn allerlei redenen voor. Als wij naar de toekomst kijken... dan hoop ik dat onze kleinkinderen, achterkleinkinderen... daar in een mooi park lopen... met heel veel bomen, heel veel groen, heel veel biodiversiteit. Ja. Maar waar ook plek is om te sporten, om te bewegen en te recreëren. Ik weet het niet. Want dat is de rol die dit park in de wijk heeft. 18 jaar geleden zei Roomburg datzelfde. Van we zien af van ons vierde veld. Want we op de overgebleven drie velden willen we op kunstgras gaan hockeyen. Er is een soort uitruil geweest met licht. En dat is nog maar 18 jaar geleden. Wie zegt dat jullie over 10 jaar, 20, 30 jaar nog weer een vijfde of een zesde veld? En komt dat dan ook in het Roomburgerpark? Nou, dat lijkt mij niet, want er zijn hele strenge regels bij de gemeenteraad neergelegd waar we ons aan moeten houden. En die worden ook gemonitord. Elke 4 jaar wordt die vervangen. De gemeenteraad wordt vervangen, maar de afspraken die zij maken daarover niet. Ja. Er is een afspraak over waar de biodiversiteit aan moet voldoen en dat zal gemonitord worden. Niet alleen dit jaar, maar ook alle jaren daarna. Beloftes van Partij voor de Arbeid, GroenLinks. Het Roomburgerpark blijft behouden. En dat je is... ziet het, 2 jaar later breken ze die belofte. Nee, dus want hoe het park... onbetrouwbaar nee, de politiek is. Er gaat iets gebeuren met het groen. Ben ik helemaal mee eens. In positieve zin, vind ik. Ja. En er gebeurt inderdaad iets met het park. En dat is ook politiek. Er is niet alleen een groene belofte, er is ook een sportbelofte. Er is ook een belofte aan het schoolplein, aan de school. Dat geef ik je toe. Veranderen. Kinderen moeten sporten en jullie is beloofd, je krijgt een extra sportveld. Maar waarom moet dat in een publiek park? Nou, volgens mij is dat zojuist besproken in een andere discussie. Ja. Omdat die plek elders in Leiden niet is gevonden. Ja, niet is gevonden. Maar dan kan het niet zo zijn dat, we hebben het niet gevonden. Dan in godsnaam maar in een openbaar park. En precies, precies om die reden heeft de gemeenteraad gezet met volgens mij de partijen die u net noemde. Dat er regels zijn waar we ons moeten houden. Dat de biodiversiteit en de parkbeleving niet achteruit mag gaan. Op biodiversiteit inhakend. Er is wel geteld 1 onderzoek geweest van een onderzoeksbureau die in november 2019 een inventarisatie heeft gedaan. Dan zingen er geen vogels. Wij hebben een veel uitgebreidere plan. En dat is dus iets wat we zeker moeten meenemen als we van deze schets naar een plan gaan. Maar jij hebt zo'n vertrouwen in het college. Ik vertrouw die niet meer. Het is alsof ze zeggen, geloof ons nou maar, het komt allemaal goed. Het college en de gemeenteraad zitten daar namens ons. We mogen nu komende week weer gaan stemmen voor de landelijke verkiezingen. En volgend jaar volgens mij alweer voor de gemeenteraad. Als ik ga vertellen dat ik een gemeenteraad niet zou vertrouwen, dan zou ik er zelf moeten gaan zitten en het moeten gaan doen. Ik geloof erin dat er heldere afspraken worden gemaakt. Ja. Waar wij goed op worden gecontroleerd. Of waar de gemeenteraad op wordt gecontroleerd. Door partijen als de Bomenbond. En bedenk maar dat zij zich daar zeker aan moeten houden. Een afspraak is nog geen eens 4 jaar. Daar zijn wij samen bij. Ik zie toch een verbroken verkiezingsbelofte. Van de Partij van de Arbeid. Van GroenLinks. Wij zijn er samen bij als we zometeen dat plan echt gaan ontwerpen. Dus dat we echt gaan kijken. We hebben hier die schets, hoe gaan we het nou doen? Dan kunnen we nulmetingen doen of voor biodiversiteit. Waarom zou je tonnen geld investeren in onderzoek, terwijl je nu al weet dat het op niks uitkomt? Maar dat is jouw mening. Die biodiversiteit gaat niet vooruit. En als dat blijkt zo te zijn, als wij het plan gaan ontwerpen en blijkt te zijn dat het niet mogelijk is om dat te doen zonder die biodiversiteit. Dan wordt het ons nog afgeketst? Dan heb ik begrepen, dan gaat het hele plan niet door. Maar geloof je dat nou zelf? Ja, dat geloof ik zelf. We zitten nu echt in de fuik. Die fuik was... Het is 2 keer eerder afgewezen door de gemeenteraad. Hè? Wat is 2 keer eerder? Eerst zou er een leisure park komen en toen nog iets. 2 keer heeft de gemeenteraad nee gezegd. De 3e keer begon het met een onderzoek. Dat onderzoek werd een participatietraject. En nu wordt het vanuit het kader wordt het een inrichtingsvoorstel. Zo komen we in de fuik van op een gegeven moment kan je niet meer nee zeggen. En ik denk niet dat dat gebeurd is. Er is met alle partijen in de wijk rekening gehouden en samen zijn we tot dit plan gekomen. En samen betekent samen delen. Samen
tot een oplossing komen. En ik zie dat de kant van de sport daar dat zij mee hebben bewogen en mee hebben gedacht over groen. Maar ik zie van de kant van groen echt niet dat er mee is gedacht over de ruimte voor de sport. De tijd is echt op. Dank jullie wel, Dick de Vos, Margot Nicolaas, voor jullie deelname aan deze laatste stelling in dit debat. Tot zover het debat over het referendum over het Roomburger Park. We zijn nog niet helemaal klaar, want we geven voor- en tegenstanders nog een laatste woord om te vertellen waarom je juist voor of tegen moet gaan stemmen. Bert, jij als eerste. Nou, laat ik eerst beginnen. Waarom zou je moeten stemmen? Ik kreeg die vraag van veel mensen van ja, wat hebben wij nou te maken met zo'n park, zo'n hockeyveld in een park wat bij ons niet in de buurt ligt. Nou, wij vinden het belangrijk dat u gaat stemmen, omdat we weinig openbaar groen hebben in Leiden. Wij vinden het belangrijk dat Leidenaren vechten voor elk stukje vierkante meter groen wat we hebben in Leiden. Daarom is het belangrijk dat u gaat stemmen. Daarnaast is het ook belangrijk omdat het over uw geld gaat. Wij denken dat de gemeente in de poging om iedereen tevreden te houden een heel duur plan heeft gemaakt wat niet het beoogde effect heeft. En dat geld kan in deze tijd beter besteed worden. Tot slot denken we dat het ook tijd wordt dat Leiden meer rekening houdt met de wensen van bewoners. We zien aan de lopende band eigenlijk conflicten over projecten in de openbare ruimte. En dit is eigenlijk de ultieme vorm van participatie waarin u kan laten weten hoe u wilt dat er met uw woonomgeving wordt omgegaan. Dankjewel Bert Stemmerdink namens de tegenstanders van het plan van de gemeente Leiden. Margot Nicolaas, namens de voorstanders, waarom zouden mensen naar het referendum moeten gaan om te stemmen? Nou, ik hoor de tegenstanders vandaag aan en die doen net alsof het een vreselijk plan is. Dat is niet zo. De gemeenteraad heeft voorwaarden aan dit plan gesteld. Voorwaarden voor de biodiversiteit en voorwaarden voor de parkbeleving. Die mag niet achteruit gaan, die moet zelfs verbeteren. Als dat niet gebeurt, gaat het hele plan niet door. En dit plan is goed voor de hele wijk, voor iedereen. Er komt een veilig schoolplein, er wordt aan de verkeersveiligheid gewerkt. Er komt inderdaad meer ruimte om te sporten en ga zo maar door. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen voorstemt, zodat we van deze schets een plan kunnen gaan maken, samen met de bewoners, samen met iedereen die ook tegen is en zich zorgen maakt om de natuur. Een mooi plan, zodat we ook echt samen iets gaan doen in de wijk. Want wat er nu gebeurt, de tweesplitsingen voor en tegen, dat is deze wijk niet waardig. Dit was het televisiedebat van Sleutelstad over het referendum rondom het Roomburger Park, het herinrichtingsplan dat de gemeente heeft gemaakt. Gelijk met de Tweede Kamerverkiezingen kunnen alle stemgerechtigden tot en met woensdag 17 maart hun stem uitbrengen, ook voor dat referendum. We hopen een bijdrage te hebben geleverd aan de meningsvorming ook bij dit moeilijke onderwerp.